Oké, dan hebben we nu. Nu gaan we door naar de U15, waar het Pepijn wereldkampioen is van de jeugd. Tegen? Pepijn tegen Amir. Tegen Amir? Amir. Oké. Ken je Amir een beetje? Wordt een leuke pot, denk ik. Ja. Pepijn natuurlijk, denk ik, wel wat meer ervaring. Die heeft natuurlijk in Denemarken gestaan. Ja. Dus ja, we gaan het zien. We gaan het zeker zien. Ja, even kijken, wat weet ik? Gespannen kopjes. En we zijn begonnen. Eerste halve finale van de onder 15. Pepijn in balbezit. Amsterdam tegen Rotterdam. Pepijn komt op 1-0 voorsprong. Uit Rotterdam en Amir uit Amsterdam. Amir hier. Zo. Laat eventjes wat zien. Ja, goede goal. Hele mooie goal. 1-1. En dit is de onder 15. En dan zie je dat ook gelijk, hè? Goede goal. Net Pepijn. Een tempotje hoger. Zeker. En lekker ook wat minder gespannen dan de U12. Ze hebben dit al vaker gedaan. Bij de U12 was het wat voorzichtig. Ja. Amir mist natuurlijk. Natuurlijk ook hele goede spelers. Kom op, ze zijn pas 12. Hè? Zeker. Jongen, dat wou. Zeker weten, abnormaal. Zeker weten. Echt respect. Had ik die skills maar toen ik 12 was. Ja. Ik vind reporter leuk, maar dan was ik hier niet. Zo. Scheidsrechter legt het spel even stil. Andres. Oké. Andres, een hele goede scheidsrechter. Ik wou net zeggen, geweldige scheidsrechter. Fluit bijna alle WK's die hier zeker te fluiten valt. Zeker weten. Een van de beste scheidsrechters die er is in het panna, denk ik. Want hoe moeilijk is het eigenlijk om scheidsrechter te zijn? Wat denk jij? Ja, ik denk heel moeilijk, want in principe, van jij bepaalt eigenlijk de wedstrijd. Van, ga je misschien fluiten voor alles of misschien voor wat minder? En iedereen is eigenlijk altijd, er is altijd iemand die het niet met je eens is. En dat is het lastige. Ja, dat is het lastige. Dat hebben we in Denemarken ook vaak gezien. Ja. Je hebt altijd natuurlijk iemand die er niet mee eens is en dat is oké. Het is ook heel moeilijk te zien. En zijn perspectief is ook, ja, dat zeker weten. Zijn perspectief is ook weer wat anders dan de van jou. En dan gaan we weer even door naar de wedstrijd. Het staat 3-2 voor Pepijn. Ja. En de bal is voor Emmy. Wat gaat hij doen? Hij daagt hem uit. Pepijn. Ja, Pepijn speelt nog voorzichtig. Maar Emmy ook wel begrijpelijk. Heel goed af. Ik vind het echt een prachtig spelen om naar te kijken. En het maakt gelijk 3-3. Spannende pot. Denk ik de spannendste tot nu toe. Ah, Pepijn mist. Ik denk dat hier nog wel iets geks gaat gebeuren. Ja? Ja. Zeker. Pannatje? Het staat 4-3. 4-3 voor Pepijn. Ik denk dat Emmy nog iets geks uit de kast gaat gooien. Oh. En hij begint nu te komen. Hij gaat voor de sniper. Hij is al echt bezig met het maken van de panna. Pepijn in balbezit met een minuutje. Hij maakt de 5-3. Emmy gaat moeten komen nu. Goeie blok van Pepijn. Pepijn die ook niet bang is om in te stappen, zo te zien. En dat zie ik heel graag. Zeker weten. Het is natuurlijk spelers die heel graag, als de Flamingo daar zou blijven staan, beentjes dicht. En uiteindelijk is pot wel panna, dus tuurlijk, je moet kunnen incasseren en geven. Je moet kunnen incasseren en geven. Mooie mousetrap. Maar hij mislukt en het is 5-4. 30 seconden op de klok. Pepijn gaat toch wel in de aanval, gaat niet achteruit. 6-4. Emir met de bal, 25 seconden. Zo. Ja. Pepijn met de bal. Hij lijkt het op te geven, maar hij heeft nog tijd. Het is nooit klaar. Het is nooit klaar. 15 seconden, Pepijn verliest de bal. Vandaag zagen we dat ook al in de laatste seconde. Werd er nog een panna gegeven. Nabil een panna. Nabil Al Jackson. Zo, wat een panna was dat. Wij gaan hem ook later zo meteen zien hij mist in de finale. Ja, en het is klaar. En het is Pepijn, klaar. Weer naar de finale. Weer een finale. Heeft de ghetto voetbal ook al gewonnen vorige week? Hij lijkt alles te winnen. Ja, hij blijft maar prijzen pakken. Dit is zijn jaar, 2023. Zeker weten, doorbraak. Zo, we gaan veel van hem zien. Ja.